Goedemorgen jongens. Ik zit bij mijn moeder in de auto. Welkom bij een nieuwe vlog trouwens. We hebben Juliet bij de schooltje gebracht. En ik ga nu naar de dokter voor die spiraal toch maar te laten zetten. Want het moet echt. Ik heb echt 3 keer die afspraak afgezegd omdat ik gewoon niet durfde. Mirena, spiraal. Maar het moet echt, want ik moet gewoon dingen gaan veranderen door ook dat zweten s'nachts. En ik weet, hormonen kunnen het zijn. Maar ik ben echt nerveus voor dit. Ik weet niet waarom, maar ik vind het niet prettig. Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij dit wel eens gezegd, man? Nee, ik heb nooit een spiraal gehad. Nee? Oh my god. Spannend. Oké, dit was eigenlijk niet heel handig. Na mijn spiraal gelijk naar Arlène toe. Maar goed, we gaan dus even mijn beentjes doen in plaats van mijn buik. Want ik heb wel een beetje krampjes in mijn buik hier, maar het valt me mee. Dus we gaan de benen aanpakken. Ook fijn. Oké, ik heb het niet heel handig geregeld dat ik moet werken. Want ik heb dus echt wel last van krampen. En die zijn echt wel een tikkeltje erger als menstruatiepijn. En ik moet dus nu werken. En het is echt niet fijn. Want ik heb echt wel een beetje last. En ik had het minder erg verwacht. Dus ik ga even nastrokpan halen of zoiets. Hopen dat het werkt. Goedemorgen mensen. Welkom bij een nieuwe dag. Ik ben al een tijdje wakker. Alleen ik blijf altijd liggen totdat mijn dochter wakker wordt. En mama roept. Dan ga ik meestal pas uit bed. Maar het is inmiddels alweer 9:50. Toevallig sprak mijn moeder me gisteren aan. Bo, je moet wel een beetje in een ander ritme gekomen met je. Want straks gaat ze naar de basisschool. En dan gaat om 6:30 het wekkertje. Dat wordt wat. Dat wordt echt wat. Dat wordt echt ellende. Vooral voor mezelf dan. Want mijn dochter die zit zo in een normaal ritme. Ik snap ook nooit echt dat mensen zich druk maken dan om het ritme van je dochter. Want ik meen, 2 keer vroeg uit bed halen en ze zit erin. Maar ik daarentegen, komt nooit goed. Dat wordt voor mij nooit een gewenning. Echt niet. Maar goed. Nou, eigenlijk is dat ook bullshit. Want ik word eigenlijk uit mezelf nu echt wel meestal tussen 8:30 en 9:30 wakker. En dat zou ik echt 1 jaar geleden ook absoluut niet kunnen bedenken. Dus wie weet word ik over 1 jaar gewoon elke keer om 6 uur 's morgens wakker of zo uit mezelf. You never know. Things change. Goed. Waar ik het met jullie over wilde hebben. Het is vandaag donderdag. Ik ga eigenlijk de hele dag met mijn moeder en Jules op stap. Voor ski kleding te kopen voor Jules. En ik wil eigenlijk zelf een nieuwe draadloze stofzuiger gaan halen. Ik heb nu die van Dyson, maar die is stuk gegaan. En ik ben er eigenlijk ook helemaal niet zo tevreden over. Knijten duur ding. Dus we gaan even op jacht. En ik ga nu het ochtendritueeltje doen. Ons allemaal klaarmaken. Tot zo. Ik vergeet jullie helemaal op de hoogte te houden hoe dat gisteren nog ging. Met werk en die spiraal die ik had laten plaatsen. Heel eerlijk, ik ben gewoon gaan werken. Met natuurlijk maatverband in, want ik had wel echt bloedverlies, nog steeds. Best wel heftig, maar dat kan. Hoeft niet, maar het kan zeker. En ik kreeg op een gegeven moment, ik had dus eigenlijk niet echt last. En op een gegeven moment rond 8:00 kreeg ik echt wel menstruatiepijn. Weet je wel, echt die wenige gevoel in je buik. Maar wel dat het gewoon zeg maar te doen is. Ik zou niet zeggen van, oh mijn god, het is echt heel pijnlijk. Nee, helemaal niet. Ik had het erger verwacht ten eerste. En toen had ik bij de Jumbo even van het Aleve gehaald. Dat nakstroppan. Ik denk dat ik in totaal 3 pilletjes over de hele avond heb geslikt verder. En dat ging wel, het scherpe randje van die wegen pijn ging er een beetje af. Dus dan weten jullie dat voor de mensen die een spiraal willen laten zetten. Het is zeker te doen. Maar ik zal wel gewoon de eerste dag een beetje rekening houden dat je wel
menstruatiekrampjes kan krijgen die wel wat heftiger zijn, denk ik. Als je, nou ja, sommige vrouwen schijnen met de menstruatie echt pijn te hebben. Ja, het is bij iedereen natuurlijk echt verschillend, hè. Maar ja, ik vind het zeker te doen. Oké, lieve mensen, ik ben gedoucht. Ik wil jullie even een pakketje laten zien die ik binnen heb gekregen met skincare. Dit pakketje is van Sue Bellu. Ik heb het gekregen. Het is een complete set. En ja, we gaan hem even testen. De verpakkingen zien er al echt super leuk uit. Kijk. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten in. Dus ik ga ze even stap voor stap met jullie doornemen. Oké, ik heb even alles uitgepakt. Kijk. Zo ziet het eruit als je het uit hebt gepakt. Deze potjes. Deze. Ik ga jullie even laten zien wat ik hier allemaal heb. We hebben de Iceland Cleanser. Wow. Oh, gelukkig is dit niet van glas. Want dat het laatste toen brak het. We hebben hier de Blue Magic Serum. Ook echt leuke kleurtjes. We hebben hier de Chow Chow Pores. Dit is een masker. Die ga ik nu even niet gebruiken. Die gebruik ik een andere keer. Want ik moet me nu ready maken voor deze dag. Dus dit is, ja, goed voor de poriën. Dan hebben we hier een scrub. Een face scrub. Die kan ik wel gebruiken op zich. Dat ga ik ook doen. En dan hebben we de Sadi Sanotti. Volgens mij betekent dat een dag- en een nachtcreme. En ik heb helemaal gelijk. Dit is de dagcreme. Dit is de nachtcreme. Dus Sanotti. Ik denk dat ik de taal Italiaans spreek. Dan leren we ook gelijk wat leuks. Oké, ik ga het even één voor één gebruiken. We beginnen met de cleanser. Het is een gelige cleanser. Hij ruikt heel lekker, deze cleanser. Hij schuift lekker. Hij voelt ook echt lekker schoon. Kijk, heel eerlijk, ik ga nu de scrub gebruiken. Ik denk niet dat dat echt iets wat ik dagelijks zou gebruiken in mijn dagelijkse routine. Dus dan stap je nu gelijk natuurlijk over naar die serum. Maar we gaan hem even uittesten. Zo. Het ziet er best grappig uit. Een beetje zandachtig. Ja, natuurlijk, want het is een scrub. Oké, ik gebruik gewoon dit. Niet al te veel. Zo. En dan gaan we scrubben. Ik heb al best wel lang mijn gezicht niet gescrubt. De scrub is heftig. Hij is echt wel... Het is een goede scrub. Dus ik wil ook niet te hard doen. Het lijkt ook wel gelijk een soort masker. Goed, deze plekjes altijd. Mijn neusie. Het mag altijd wat harder. Dus ik denk dat mijn huid hierna super zacht aanvoelt. Ik ben benieuwd. Zo, dat voelt zeker zacht. Oh, en een partij schoon. Zo. Ik hou hier echt van. Ja, echt. Heerlijk dit, zeg. Zo. Oké, dan de serum. Nou, lekker gelerig serumpje. Ruikt nou, gewoon lekker fris. Zo. Oh. Ja, fijn dit. Beetje een dikke serum. Ik voel echt dat die er is. Ja, schat?
Oh ja, kom eraan. Ja, het is echt wel een dikke serum, zeg maar. Laat ik me altijd even een beetje intrekken voordat ik de dagcreme op ga doen. De dagcreme was. Sadie. Ja. Yes. Ja. Ik kom. Zo. I'm coming. Oké. Interessant. Dit is een beetje een dikke, vettige dagcreme. Nu ben ik wel benieuwd naar de nachtcreme. Want deze is wel heel erg voedend. Maar, oh my god, wat voelt mijn huid heerlijk schoon, jongens. Dit is echt heerlijk. Ik kom. Ja, mega fijn dit. Zo, ga ik heel even kijken naar die nachtcreme. Sanotti. Deze is witter. Nou, come on. Oh nee, zelfde kleur. Oh, wat grappig. Deze is wel iets minder vettig volgens mij. Echt hele fijne producten. Wij zijn onderweg naar Scheveningen, naar de skihut. Dus ik ga met Nonna en Jultje skikleding kopen. Hopen dat we slagen. Ik denk het wel daar. Daar heb je echt van alles. Kwarkje heb ik meegenomen in de auto, want het is 12:30. Dus ik mag mijn ontbijtje eten. Goed. Hoe ik het volhoud, hè, man? Hé? Hey? Wat hou je vol? Dat ik niet wil de troep niet in de auto. Ik heb nu mijn auto schoon. Ja, mevrouw, met je grote. Hoe gaat het met je, mam? Vertel eens. Mensen hebben je heel lang niet gezien. Nou, het gaat heel goed. Ja? Ik zit weer eindelijk naast mijn dochter en mijn kleinkind. Waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Ja? Mijn Bo ziet eruit als een kerel. Bedankt. Oeh. Maar voorlopig ben ik even hier en blijf ik hier. Dus. Ja, de eerstvolgende keer dat je weggaat is met mij. Ja, want we gaan namelijk skiën. Daarom gaan we nu ook naar de skihut. Kleding kopen. Ja. Ja, schatje. Leuk, hè? Ja, Bobby ook mee. Ja. Eigenlijk had Bobby echt meegekund. Waarom namen we Bobby eigenlijk niet mee naar skivakantie, man? Nee, joh, dat is lastig. Hoezo? Ja, dat, hoe moet je dan? Moet je constant uitlaten? En alleen... We zijn de hele dag buiten. Ja, maar ja, in een hotelkamer. Je mag niet in de restaurants. Dan moet hij alleen maar binnen zitten. Dat is toch zielig. Ah, oh, maar ik denk dat die het sneeuw heel leuk vindt. En al die tijd in je auto. Kijk naar mijn kleine eerste kind. Ga je zo'n slaapje doen. Mm. Ja. Nou, we zijn er hoor. Nog best snel. Hier alles van Goldberg. Oh god, dit wordt heel lastig voor mij. Ik ben hier echt al zo lang niet geweest. Oh, I love Goldberg. Echt serieus. Mijn god, die hebben hier gewoon een hele afdeling van Goldberg. Dit is echt heel gaaf. Ja, die outlet kijken voor haar. Oh ja, oké. Ik loop er even naartoe, Roos. Ja, dan kijk ik even naar haar. Oh, dat zijn ook al die maten. Schat? Ja, dat is te groot. Oké, dat is te groot. Oké, jongens, ik meen wel echt die Goldberg-collectie. Hier is net een snoepwinkel. Ik word gek, je kan niet eens kiezen. Het is zo mooi allemaal. Vind je mooi? Vind je het allemaal mooi? Ik kan alle jasje aandoen. Ben jij een comediant? Weet je wel, hè? Oké. We zijn geslaagd voor Jules en nog een beetje wat voor mezelf. Dus dat is top. Foto! Familie. Oh, je bent zo comedioos. Oké, wij hebben ons snel aangekleed en we zitten nu te wachten op mijn moeder en Theo. Zijn dat ze nou? Nee.
Dat zijn ze niet, hè? Nee. We gaan eten bij Frelly's. Met mijn oom, mijn tante, Senny, Julie. Ja. Je papa moet voetballen. Oké, okay, daar zijn ze. En ik kan Jeffrey wel kelen, want die zegt dat dit kan. Dat kan je. Dit kan toch niet, man? Ik ben helemaal vertiefd op mijn outfit. Compleet! Cheese! Je moet het doen, ja, cheese! Ja, cheese! Mag ik? Oké, goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. We zijn bij Johnny en we gaan sporten. We hebben allebei niet echt heel veel zin. Dat komt dus, dat is dus zo raar, dat zeg ik net tegen Mer. Juist omdat ik gisteren dus wat meer heb gegeten, heb ik dus nu juist meer last van dat ik trek heb. Dat is echt heel raar. Heel vervelend ook. Echt heel irritant. En rust, even rust. Zo, we hebben gesport. En ja, ik ben echt trots op mijn vriendin. Je gaat zo goed bij jou. Ik ben dus elke keer zeg maar het laatste vriendin lul. Dus ze moet op mij gaan sparren. En oh, we zijn ook zo stom. We moesten op elkaars buik zitten. Toen dacht ik in één keer, hé, dat is niet heel slim als ik gisteren weer een spiraal heb laten zetten. Maar goed, dat mijn buikspieren horen dat zeg maar te beschermen. Die ik nog bijna niet heb. Ik rijd nu even naar Arc of Beauty. Voor mijn, er staat een goed zonnetje. Want ik heb een afspraak voor mijn botox. Dat was ik eigenlijk bijna vergeten. Dus het is dat ik denk, hé ja, hey, we rijden er toch uit. En toen kwam ik er eigenlijk op. En ze gaan even een check doen. Oh, die neus wordt gecheckt, Mer. Oh, is dat vandaag? Ja, maar ik weet niet of ze het gelijk gaan doen. Dus, want ze zijn er heel, zeg maar, oh, ze gaan... Oh, dat is goed, dan kan ik je filmen en zo. Ja, ze doen zeg maar die fillers voor je neus. Maar ze willen eerst je hele neus checken en heel goed. Want dat kan dus gewoon echt fout gaan, hè. Als jij een filler in je neus laat spuiten, dan kan het, weet ik veel, gaan wegzakken of weet ik veel wat. Ik ben heel erg benieuwd wat ze me daarover gaan vertellen. Want ik wil dat echt heel graag. Want ik heb wel echt niet de perfecte neus, al zeg ik het zelf. En als het op die manier kan opgelost worden, dan zou ik dat echt heel chill vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, we zitten dus nu even naar mijn gezicht te kijken. Want het is dus ten eerste heel lang blijven zitten. Want ik had nu voor die sterke variant gekozen. Noah zei al, ik heb je echt lang niet gehoord. En ik zit nu ook eigenlijk te kijken, want ik vind dit eigenlijk best wel fijn, toch? Dat ik dit een beetje kan bewegen. Dus ik heb er nu voor gekozen om alleen even mijn frons bij te werken. Want mijn voorhoofd vind ik eigenlijk niet nodig. Want anders wordt het weer, misschien dat Jacques zegt, misschien een heel klein beetje mijn wenkbrauw. Maar ik ben eigenlijk wel tevreden. Zelfs mijn frons is... Mwah. Een beetje. Want wat zou je aan je neus willen doen? Nou, dat hij wat oogt, wat kleiner. Kijk, ik heb het vooral aan deze kant. Want ik heb aan de ene kant een iets mooiere neus dan de andere kant. Ik heb gewoon best wel een lange neus. Met een puntje. Ik heb echt wat, maar het is vooral schuin. Aan de voorkant stoor ik me niet aan mijn neus. Ja. Ik vind zeg maar, als ik foto's maak van mezelf schuin. Kijk. Dan wil je hem echt wat rechter hebben. Ja, en dat wat meer zo, zodat hij wat minder lang lijkt. Wat jij nu doet met dat puntje. Een lange neus. Maar kijk, als je het zo doet, is die al minder lang. Ja, maar dan kijk ik wel zo je neus gaat. Ja, dat is waar. En dat is een beetje het nadeel. Als ik dit wat omhoog doe, ja, dan krijg je neusgaten in. Ja, dan krijg ik echt heel, dat is echt niet mooi, nee. En als je hem rechter wil maken, dan moet je een beetje gaan opvullen van de zijkant. Maar dan loopt jouw voorhoofd zo door in jouw neus. Ja, dat gaat dus niet. Dan wordt het alleen maar groter. Ja. Ja. Dus we kunnen niet één ding behandelen zonder eigenlijk het ander te verpesten. Nee, dan durf ik het niet. En dat is zonde. Nee, dan moet ik het niet. Eén dat in mag ik krijgen. Oké, waar was ik gebleven? Ja, zeg maar die boodschapjes als ik gewoon lekker naar de slager ga en naar de fruitboer. Vind ik gewoon echt lekkerder, want het is gewoon ook echt niet duurder of zo hoor. Ik ben er echt van overtuigd. Ik heb dit even gehaald. Als avondeten, lekker een wrap met kip. En bij de bakker, vers broodje. En deze zijn zo lekker. De haverkoeken van de bakker Vogels. Niet normaal dit, jongens. Ik zeg nou niet dat het heel gezond is, want geloof me,
Ik ga altijd een stuk om mezelf. Dan denk ik, oh ja, ik heb vandaag alleen een haverkoekje gegeten. Niet alleen, maar ook als extra. En dan zo'n haverkoek kan je net zo goed 5 boterhammen vreten. Je vergist je soms echt over dingen die lijken gezond te zijn. Of klinken gezond in je hoofd, die super slecht zijn. Het is gewoon echt een dikke, vette, vieze feit. Maar goed, dus we hebben onze boodschapjes weer gedaan een beetje. En ik ga nu even lekker ontspannen. Ik ga even lekker met mijn lichtmasker opliggen. Het schijnt dus echt super goed te zijn. En kijk, ik zeg je heel eerlijk, jongens, ik ga niet tegen jullie liggen. Ik heb zelf dat lichtmasker. En dan denk ik zelf snel van, Maar lichttherapie schijnt dus echt te werken. Voor acne, voor rosatas, dat heb ik trouwens een beetje. Ik heb een beetje van dat... Damien zegt altijd tegen mij dat ik een beetje... Je ziet zeg maar een heel klein beetje mijn adertjes op mijn gezicht. Voor dat soort dingen schijnt het allemaal erg goed te zijn. Dus ik ga even lekker ontspannen. Je maakt dus met zo'n sponsje, die zit er ook bij, maak je gezicht schoon. Had ik de vorige keer niet gedaan. Maar je maakt het dus nat. Hij is dus keihard. En hij moet dus wel zacht worden. Grappig dit weer. Een magnetisch sponsje is dit. Dit voelt gek. Zo. Dan hang je zo met een touwtje hang je hem weer op, zodat hij kan drogen. Het gaat trouwens automatisch uit. En dan weet je dat je dus klaar bent, zeg maar. En het heeft meerdere standen. Ik kies voor groen, want dat is vochtafdrijvend. Wat rusten. Nee, mama. Nou ja, zeg. Is dat niet normaal? Ga weg! Oké, we moeten even opschieten, want we moeten naar de lunch met die meiden voor Amanda een verjaardag. Julia mag ook mee als meisje. Hè? Of blijf je lekker bij je vader? Want je bent toch alleen met je vader vandaag? Doei, mama gaat lekker alleen. Veel plezier met papa. Doei. Doei. Oh, toch wel? Met mama mee? Toch wel? Oké, kom op. We moeten opschieten. Mama, dit opruimen. Mama, even. Dit blijft hier. Deze blijft hier? Ja. Oké. Okay. Deze mag ook mee. Die mag mee. Kom dan, schiet op. Zo, opgedot. Alleen dat jullie de haartjes doen. Wie mag je haartjes doen? Mama, Fally. Wie gaat je haartjes doen? Ik ga stukjes op echt gewoon waterpokjes, hè? Kijk. Wat? Kijk. Heb je een beetje peanut butter? Matcha. Ga maar bestellen bij die vrouw. Wat wil je? Matcha. Dinges. Bobby, jouw hond, hè? Julie, wat heb je nou weer gedaan? Ik ben 2 seconden thee zetten. Dan
Ik ga nu deze vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Alsjeblieft. Doei.